Goed dat je weer kijkt. Welkom in een nieuwe video. Het is zondagochtend, vroeg in de morgen. Ik ga zo meteen trainen. Daarna een aantal klanten voor personal training. En dan lekker vrij. Het is alweer een aantal weken geleden dat ik voor het laatst een video had opgenomen. Ik vind het heel tof om te doen, heel leuk om te doen. Met een aantal dingetjes bezig wat ik heel graag wil gaan filmen. En wil laten zien aan jullie. Maar daar gaat even wat tijd in zitten. Dus vandaar iets minder video's. Daarnaast heb ik het gewoon super druk. Ik ben 7 dagen per week aan het werk. En ik probeer gewoon alles zo goed mogelijk te doen. Trainingen duren heel lang, maar dat voelt daarnaast wel heel goed. Ik neem gewoon lekker mijn tijd voor mijn trainingen. En heb ik niet altijd zin om alles te filmen. Deze ochtend dus wel. En ik zal jullie meteen even laten zien. Want ik hou mijn trainingen bij. En dat raad ik iedereen aan om te doen, om progressie te maken over langere tijd. En dit is hoe het bij mij eruit ziet. Zoals je ziet heb ik hier 7 blaadjes. Het horen er 6 te zijn, maar het is weer schitterend geprint. En ik heb dus 3 keer upper body en 3 keer lower. En dit is de training van vandaag. En zo houd ik dus al mijn trainingen bij. Ik print het uit voor de hele week. Daarna, als mijn trainingen gedaan zijn, zet ik het in een bestand op mijn computer. En zo hou ik wekelijks, en ja, eigenlijk doe ik dit al jaren, alles bij. Tuurlijk, blessures kunnen voorkomen. Vakanties, dagen dat je ziek bent, dagen dat je aan het kutten bent. Maar je houdt gewoon alles bij en je zorgt en je probeert in ieder geval altijd voor progressie te zorgen. Dat is het streven, zeker op langere termijn. Als je spier wilt opbouwen, als je wilt afvallen, je wilt verbeteren, daarvoor ben je hier in de gym. Dus raad ik absoluut iedereen aan om het bij te houden. Tijdens je rust kun je gewoon prima noteren wat je de set ervoor gedaan hebt. Zo moeilijk is het niet en zoveel tijd gaat er niet in zitten. Maar goed, heel veel mensen doen het nog niet. Ik raad het iedereen dus aan. Zeker om gewoon je progressie te trekken. Jij wilt verbeteren, jij wilt die sixpack, jij wilt 100 kilo bankdrukken. Maak een weg daar naartoe. Vandaag, benendag, deadlifts, zwaar. En zoals je net kon zien, ook nog andere oefeningen met iets meer herhalingen. Maar vandaag ga ik wederom een PR zetten op de deadlift. Ik ben net wakker, misschien kun je het zien. Maar ik voel me absoluut fit. En ik heb er heel veel zin in. En gisteren, zaterdag dus, was hier na werktijd een fotoshoot van Davy. Daarmee mocht ik meelopen. Zelf ook wat foto's gemaakt. Maar wat mensen niet weten, is dat ik al langer dan 12 jaar bezig ben met fotografie. Dat is echt wel een ding wat ik heel gaaf vind om te doen. Vroeger dus letterlijk in de nacht uit het raam voor uren om een mooie foto te schieten van de bliksem. En ik maakte een beetje foto's van de natuur. Dat vond ik al heel gaaf om te doen. Maar zeker recent en met het video's maken waarmee ik bezig ben, is die passie eigenlijk altijd wel blijven hangen. En daar wil ik de komende tijd ook zeker meer mee gaan doen. Gewoon omdat ik het leuk vind om te doen, is het video's maken, het editen, foto's maken. Dus daar ga ik de komende tijd ook wat meer tijd en energie in steken. Van wat er nog over is gedurende de week. Heel druk, maar wel heel leuk. En ja, tijd om te trainen, denk ik.